Het is de maandag van 27 mei 2019. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mantitaki op deze mooie maandagochtend. Waarom mooi? Omdat we de afgelopen dagen heel veel regen hebben gehad. Maar Ushitaki Tide azong op een mooi. En dat betekent ook dat de week dus voor zoveel mensen heel goed begint. De mensen die zijn afgestemd op SRS en die luisteren via het internet, die worden ook gegroet vandaag. En natuurlijk hopen wij hier in Suriname dat jullie allen daar buiten een fris en gezellig weekend hebben gehad. En als dat niet het geval is, dan wensen wij u ook heel veel poa vanuit Sranang Kondre, Ashwit Kondre Fu Grontapu. Inderdaad, Ashwit Kondre Fu Grontapu, maar als we kijken naar wat we de afgelopen week hebben gehad, dan merken we dat ons buurland Guyana in de problemen zit. En het heeft ook sowieso te maken met Suriname, omdat handelscontact tussen de Tukondre Bigi en ook de Usaptaki familie Laidrape, San Abi ook de familie Jain Sranang. Dus op een of andere manier is er een link. Als we kijken naar de kranten van vandaag, dan merken we dat er melding wordt gemaakt van een ziekte, een pluimveeziekte. En we hebben ook vanuit het ministerie van LVV een waarschuwing gehad. En een verbod op import van pluimvee. Laat even lezen hoor. Pluimvee, andere vogelsoorten, pluimvee, vlees, eieren, mest, veren van deze dieren, pluimvee, bestandsdelen, pluimveevoer uit Guyana zijn momenteel streng verboden. En het verbod geldt naar aanleiding van een uitbraak van een zeer gevaarlijke pluimveeziekte in het westelijk buurland, meldt het ministerie van LVV. En we hebben ook gezien dat binnen 2 weken ruim 45.000 kuikens zijn. Lezen we ook nog hier vanuit de krant hoor. Ja, dat is met een afname te maken van het bestand in Guyana. En de minister van LVV heeft gewaarschuwd dat de controle Comoros rapu om na te gaan dat asikidis no wai over kona unu in Sranang. Usabitak na no wansma ano tusma, maar na ome ondro sma edu aan pluimvee sector ook toe in Sranang. En het kan een hele grote en zware klap zijn if asiki wai konja. Het afgelopen weekend was ook spannend voor Komowijnen, omdat we daar een heel bijzonder moment weer hebben geregistreerd als het gaat om de productiesector. Suriname gaat op een bijzondere manier werken aan plantenteel, of ja, het planten. En aan de andere kant gaan wij exporteren. Het is het bedrijf Grasalco, waarvan er een afdeling is opgericht in district Komowijnen. En we gaan naar een item van het avondjournaal waarbij er wordt uitgelegd Zana a Prins Pari voor het bedrijf die zie. Ik vind het zeer prijzenswaardig initiatief van NV Grasalco om zo een gigantisch bedrijf in het district op te starten. Als wij vernemen dat de plantjes zelf ook voor de internationale markt zullen worden bestemd, dan is er hier heel veel werk verzet. Hierop mogen wij zeer trots zijn. Permila Bisumbar, waarnemend general manager bij Infrito Plants Grasalco, geeft aan dat het bedrijf zich onder meer bezighoudt met het vermeerderen van planten middels de bio- en greenhouse technologie. Bisumbar legt verder uit wat er allemaal plaatsvindt in het laboratorium. Alle processen in het lab kunnen we eigenlijk groeperen in 3 delen. Je hebt het eerste gedeelte waarbij je dus voeding moet maken voor de planten. Dat is aanmaken van voedingsmedia. Alles wat de plant nodig heeft, wordt eigenlijk samengevoegd en klaargemaakt voor de plant. Dat is de eerste fase. Alles gebeurt ook onder steriele omstandigheden. Het medium wordt gesteriliseerd. En ook alle instrumenten die je gebruik maakt, waarvan je gebruik maakt, wordt dus ook gesteriliseerd. Het tweede gedeelte is het gedeelte van, dat is het biotechnologisch gedeelte. Hoe ga je een bepaalde plant vermeerderen? Elk type plant is verschillend. De voormalige directeur van Grasalco, nu de huidige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akimboto, zegt dat de oprichting van dit bedrijf noodzakelijk was.
gezien het feit dat de regering Bouterse Adien zich richt op de ontwikkeling van de duurzame sectoren. Mijnbouw heeft met alles te maken. Mijnbouw is datgene dat we moeten gebruiken om alle sectoren te investeren. Mijnbouw is datgene wat we hebben, dat opraakt op een gegeven moment, maar waar we de inkomsten op adequate manier moeten gebruiken voor duurzamere sectoren als deze. De wereldbevolking blijft toenemen. We zijn zo gek genoeg om voedsel te gebruiken om biomassa op te wekken. Dus de vraag naar voedsel blijft toenemen. En ik ben van overtuigd dat het goed zal komen met in vitro plan. De voorzitter van de Vereniging van Economisten, die de regering zeer kritisch volgt, heeft op verschillende momenten kenbaar gemaakt dat de productiezijde van ons land beter op gang moet komen. Volgens hem moeten meerdere acties zoals in frito plants plaatsvinden. Ik ben onder de indruk. Ik denk dat dit is wat we nodig hebben. We hebben nodig diversificatie van de economie. Meer productie, met name in de agrarische en de agro-industriële sfeer. En zeker wanneer we een exportproduct kunnen maken. Dat is de uitdaging, want natuurlijk de internationale markt is niet makkelijk. We moeten echt een goed competitief product maken. Wat ik hier gezien heb vandaag, ziet er goed uit. Minister Binder Permisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij, die de president vertegenwoordigde, gaf aan dat deze ontwikkeling een tweesporig karakter heeft. Eén daarvan is volgens hem het intensiveren van de samenwerkingsrelatie met Frans-Guyana. Ja, ondersteunend in de meest brede zin van het woord. Ja, conform de planbeschermingswet en andere. Dat is de rol van LVV. Maar aan de andere kant, LVV wil de eindproducten afnemen, omdat zo snel met hun de boeren verder te upgraden. Dus het heeft een enorme positief effect voor ons nationaal ook. Gelukkig trainen we onze mensen ook, onze voorlichters naar de boeren. Dan kunnen we met deze producten ook naar de boeren gaan. U hebt gemerkt dat ik heel concreet heb gevraagd naar hoeveel van welke gewassen zij ons kunnen voorzien, liefst morgen. Maar daarover gaan we komende week al praten. Het weekend werd op deze manier ingevuld met een bijzondere activiteit in het district Komowijnen. Het bedrijf is opgericht en sowieso praten wij ook met mensen op straat. En wij horen wat eigenlijk in de samenleving speelt. De vraag is gesteld van wat het belang is van dit bedrijf. Net hebben we het kunnen volgen van de verschillende sprekers werd er aangegeven, of door de verschillende sprekers werd aangegeven, dat het te maken heeft met een productiebedrijf als het gaat om planten. Er is iemand die die dag ook heeft gesproken namens Grasalco. En de persoon die gaat, het deskundige gaat in op het belang van het bedrijf. Wat doen we? Heel simpel, we vermeerderen planten. Heel simpel gezegd, er is wel heel veel meer erachter dan een klein plant stekken of uitzaaien in je tuintje. We hebben hier te maken met biotechnologie. Biotechnologie waaruit in principe onder steriele omstandigheden wordt plantmateriaal ingezet op voedingsbodem, waaruit je dan stimuleert dat er een shoot-scheutenvorming komt en waardoor je dus nieuwe planten krijgt. Binnen biotechnologie heb je verschillende methoden. Wij houden ons bezig met de meest simpele methode. Wat betekent dat we in principe, ik wil vandaag eigenlijk niet te veel technisch ingaan. Er is heel veel techniek erachter. Maar om simpel uit te leggen, we maken gebruik van meristeemcultuur, waarbij groeipunt wordt ingezet op voedingsmedium en waaruit je dus meer planten krijgt. Dat allemaal geschiet in het lab. Naast de productie van planten in het lab hebben we dus ook plantenvermeerdering in de greenhouse. We weten allemaal vermeerdering op de traditionele wijze, hoe je met zaad, met stek, door te scheuren en te enten, dat je planten kan vermeerderen. Wij hebben in onze greenhouse de faciliteiten om planten die onder eigenlijk moeilijke omstandigheden opkomen, dat we dus beheersbare omstandigheden hebben, klimatologische omstandigheden hebben, waardoor de opkomst veel beter is.
Wat ons eigenlijk sterk maakt, is dat we dus een lab hebben, een laboratorium. Plus een greenhouse, waarbij je dus planten vanuit het lab afhaart in de greenhouse. Maar ook nog tegelijkertijd planten zelf produceert in het lab op grote schaal. We hebben capaciteit hiervan, het laboratorium en de greenhouse, totaal van 8 miljoen planten op jaarbasis. 8 miljoen planten op jaarbasis aan de wang aan het toe, maar 8 miljoen. En dat hebben we ook net begrepen van Permila Bizumbar van In Vitro Plants Grazalco. En zij heeft uitgelegd wat de capaciteit is en wat precies gaat gebeuren in Komwijnen. Trouwens, niet nu gebeurt het. Het is al ruim 2 jaar zo dat er werd geëxperimenteerd en gekeken naar de mogelijkheden die er zijn als het gaat om deze sector. We hebben ook informatie van Elvira Zandi van het directoraat Cultuur. Valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En zij heeft gesproken in het kader van onze museumnacht. De museumnacht is georganiseerd alleen om meer bekendheid te geven aan de monumentale en historische objecten die we hebben in Suriname. En mevrouw Sandy heeft samen met Janine Winfried van onze nieuwsdienst gesproken over een initiatief voor Orga Soaneti. En aan de andere kant wat er nog gedaan kan worden op het gebied van cultuurontwikkeling in Sweetie Zrana Kondre. Inderdaad, een geweldig initiatief. Toen genomen 5 jaar geleden door Winston Lieveld. Heel complimenten aan hem. En dat initiatief heeft geleid tot wat we vandaag hebben. 12 musea die openstaan vanavond. Vorig jaar 5000 bezoekers. Ik bedoel, dat is geweldig. Het is belangrijk om onze geschiedenis in beeld te zien. Musea geven die gelegenheid. Musea geven die gelegenheid. En ik denk dat we dit moeten koesteren en verder kijken hoe we dat verder kunnen uitbouwen. Het thema van dit jaar is Living Legends. Dat is het, hè. Cultuur is geschiedenis en de legends, de mensen die daar inhoud hebben gegeven aan cultuur in onze geschiedenis, die moeten we altijd voor het voetlicht halen. We hebben inderdaad vorig jaar een aantal legends verloren en ook dit jaar. En daarom, dit thema juich ik toe. We moeten dat continu doen. Continu doen, want we hebben heel veel in onze omgeving, onze directe omgeving, in ons land. En dit gaat ons allemaal, vooral de jongeren, inspireren. Om inderdaad geloof, meer geloof te hebben in zichzelf, niet alleen, maar ook in de mogelijkheden die dit land biedt. En directoraat cultuur, u had het eerder in uw speech aangehaald, sprak u over eigenlijk museumwezenafdeling. En u zegt dat het niet zo actief meer is. Wat moet er nu gedaan worden om deze afdeling eigenlijk weer nieuw leven in te blazen? Wel, de afdeling museumwezen, daar kijken we naar hoe we dat kunnen activeren bij het directoraat cultuur, heractiveren. Maar ik ben heel trots om mee te delen dat de afdeling archeologie wel op gang komt. Wel op gang is gekomen de afgelopen 2 jaar nog meer. We staan aan de vooravond van de opening van een grote regionale expositie. Een expositie dat in 15 Caribische landen loopt, ook in Suriname, geopend zal worden binnenkort. Dankzij de inspanningen van de afdeling archeologie van het directoraat cultuur. En we hebben volgende maand hebben we ook een project waarbij we samen met Belize, een van de Caribische eilanden, een project gaan uitvoeren gericht op bescherming van onze archeologische artefacten in de grond. Hoe wij die kunnen beschermen tegen de natuur, het geweld van de natuur, de climate change, daar hebben we allemaal onder te lijden. En ook de geschiedenis die in de grond zit. Dus wij zijn daar erg blij om. Wat je uit de grond haalt, moet je op een gegeven moment exposeren. En daarvoor heb je dan musea nodig. Dus als archeologie draait museumwezen automatisch ook. Hoewel je natuurlijk tegenwoordig ook moderne musea hebt, zoals
hoe heet hij, in Mungo. Hij bezig is daar met zijn eigen museum. De stichting, ik moet even vallen op de naam. Dat is niet goed als ik het niet opnaam. Kibi van Marcel Pinas. Marcel Pinas is daar bezig. Geeft inhoud aan de moderne manier van een museum inrichten. En dat is ook goed. Dat moeten we ook doen. Zo kunnen we onze kinderen buiten schoolverband, maar ook natuurlijk binnen schoolverband, door ze mee te nemen, klassikaal. Maar buiten schoolverband interesseren om inderdaad zich meer bezig te gaan houden met hun geschiedenis, met onze rijke geschiedenis, om veel meer te leren. Nou, een van de locaties, naks, of de cultuur Oso, met aan het eind nog een cabra-opvoering, waarbij de mensen de ruimte hadden om tijdens museumnacht, de laatstgehouden museumnacht, nog een bezoek te brengen. Ook aan Memrebuku kazerne, waar de president was. Dat kreeg u later in onze de straataflevering van vandaag.